Luidse Elzinga. Ja, zeker. Dat was een verrassing, denk ik, jij nu hier staat. Als je dit vanochtend had gedacht. Ja, ik kan een beetje gooien, maar dat had ik niet verwacht, nee. Ik heb een beetje teruggezocht. Je hebt ooit een kersttoernooi gewonnen in 2014. En je hebt een keer de laatste 64 van de Dutch Open gehaald. Maar daar hield het ook wel een beetje op. Maar jij schijnt een behoorlijk talent te zijn in jouw omgeving. Ja, dat zeggen ze. Ja. Mag je niet van jezelf zeggen, hè, zeg ik dan. Mag je zeker niet van jezelf zeggen, maar je komt de dag eigenlijk best goed door, tot de halve finales. Ik sta lekker te gooien, ja. Ik kan er niks anders van maken. En dan in die halve finale tegen Plezier, je pakt het voortouw, dan krijg je die 170 om je oren. Hoe draai je dan toch nog om? Je moet je vast blijven bijten in de wedstrijd. Nooit opgeven. Gewoon doorgooien. Ja, dat is het, ja. En toen was eigenlijk alle spanning eraf voordat je in de finale begon? De spanning was er, ja. Ik heb geen spanning gehad vandaag. Nee. Dat is het geheim. Ja, een biertje drinken, dat is het geheim. Ja, gewoon lekker een biertje drinken en gewoon gooien. Ja, wat verwacht je nou van de komende dagen? We gaan gewoon lekker gooien. Ja, laat dat maar. Nee, we gaan gewoon lekker gooien en we zien wel waar het schip strandt. Deze heb ik te pakken. Ja, deze heb je te pakken. Heb je ooit gedacht dat je zoiets zou gaan winnen? Nou, ik zei gisteren tegen mijn vrouw, ik pak hem morgen. Maar ik heb het ook gedaan. Ja. Alleen krijg je hier geen bosje bloemen. Moet je op de terugweg nog ergens een bosje bloemen gaan halen dan voor? Nee, valt mee. Valt mee. Ik wens jou heel veel succes nog dit weekend.